Beste kijkers, wij wachten hier op speciaal transport vanuit Duitsland een automatenpers voor VDL-VDS Bedrijvenpark in Hamert. En wat betreft de voorbereiding? De toegang tot het industrieterrein. Ze komen van die kant. Ze komen van die kant. Steken ze hier terug uit in. En dan gaan ze terug uit helemaal naar het bedrijf toe. Oké. En dat heeft al enige voorbereiding. Ja, borden achterin zijn borden verwijderd. Maar aanvankelijk zouden we daar een hele hoop verkeersborden weg moeten. Dan hebben we toch de keuze gemaakt om hier door het plantsoen te gaan. Laten we hopen dat het allemaal goed gaat verlopen. Ja, ja. Oké, succes. Oké, dank je. Wij staan hier bij VDL-VDS en ik spreek met de heer Jos Vermel, directeur van dit bedrijf. En nu gaat hij ons iets vertellen waarom deze pers speciaal vanuit Duitsland komt en gemaakt is uit één stuk. Nou, we hebben gekozen voor het merk Schuller. Dat is toch wel het hoogwaardige segment van persen. En we hebben het één stuk gekozen voor de stabiliteit en waar we ook met de hoge sterkte stalen mee kunnen verwerken. Ja, het is een hele operatie geweest zoals jullie gezien hebben. Dus we zijn ook ontzettend blij en trots dat we deze pers hebben mogen kopen vanuit de VDL. Het is een zeer speciaal transport. En vanuit welke plaats zijn ze vanmorgen vertrokken? Nou, ze zijn dus eigenlijk gisteravond vertrokken vanuit Netve. Toen zijn ze doorgereden deze nacht tot Neuss. Omdat ze dus alleen maar van 10 tot 6 morgens mochten rijden. Vanavond zijn ze om 10 uur in Neuss vertrokken. Via Tegelen, knooppunt Ewijk. En zo terug naar Hapert gereden. Nou, het is een hele exercitie geweest. Maar ja, jullie hebben het ook gezien. Het komt veel vakwerk bij kijken. Zeker. Het is echt een specialistische chauffeur. Ja. En zo meteen, de aankomende week, begint al de montage. Ja, dat klopt. Morgen vroeg is de firma Saan hier, die pakt hem van de auto af. Dan duurt de hele montage toch nog 7 weken. En de pers is operationeel op 28 oktober. Dan komen wij graag terug om ook de pers in werking te zien, als dat mag. U bent van harte welkom en de kijkers zullen dat ook heel bijzonder op prijs stellen. Morgen wordt hier dan de pers geïnstalleerd. Maar ik neem aan dat dit een bijzonder dikke fundering is. Ja, dat klopt. Zoals jullie zien hebben we dus deze hal nieuw gebouwd. We hebben meteen een fundering gemaakt van 4,5 meter dikte. Dan, zoals jullie zien, dan gaat de pers die komt op demping en die gaat dus 1,30 meter, verdwijnt dus in de bodem, als het ware. En dan kunnen we dus hebben, de pers staat dus 8 meter boven de grond. Applaus voor Ine, dat hast u zeer goed gemaakt. Ja. Kunt u etwas erzählen over de schwierigheden in het transport? Ja. Das ist das Schwerste an diesem Transport war eigentlich hier die Zufahrten zu diesem Gelände. Ja, da hatten wir ja Schwierigkeiten im Vorfeld schon. Hatten wir das eigentlich schon anders abgesprochen, aber da wurde jetzt besser gemacht. Aber sonst ist es eigentlich sehr gut gelaufen, denke ich mal. Sehr gut gelaufen. Für alle. Ja, sehr gut. Wir haben auch wenig kaputt gemacht, will ich hoffen. Ein wenig kaputt gemacht, ja. Komplimenten. Ja, ja, besten Dank auch. Und ein guter Rückfahrt zu Hause. Ja, da müssen wir noch. Ein bisschen Zeit haben wir dann noch. Ja, okay. Danke.
wij hoorden duurt de opbouw zo'n 6 à 7 weken. Wij komen later terug om de pers daadwerkelijk in actie te zien.